Het is Jelve Zoon dat Marit en haar huid bij het zwembad in Drachten aankomen. 6 dagen in de week met ze sabbatiet van bed al om te trainen. Tro de week oerdaai naar het VVO op het Jereveen en middies vaak weer trainen. Een sociaal leven zit er net echt meer in. Je doet het eigenlijk voor je hobby, dus het is niet erg om te doen. Het is wel leuk. Dus, ja. Wat is er zo leuk aan zwemmen? Alles, jezelf altijd kunnen verbeteren en best uit jezelf halen. Van haar 8e jaar zwemt ze al het ene na het oren Nederlandse jeugdrecord uit de boeken. Op gewonnen mooi seconden. En internationaal jet ze bij de top. Een supertalent. Je ziet het aan het zwemmen, je ziet het aan de manier van bewegen, je ziet het aan de manier van denken, waar ze naartoe wil. Aan de hand daarvan kan je wel de talenten met het supertalent onderscheiden. Ze weet exact wat ze in een race doet, ze weet exact wat ze in de training doet. Dan onderscheidt haar wel, denk ik, van de absolute talenten. En je hebt absolute talenten. En zij hoort bij het absolute talent. Gewoon met iedereen 1,25, ja, Marit? Haar specialismes binnen de 100 en 1200 meter vrije slag. Daar blinkt ze echt in uit. Net vreemd dus dat ze vergelijken wordt met Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo. Het is natuurlijk heel gaaf dat mensen het zeggen, maar ja, het doet me verder niet heel erg veel. Het is gewoon, ik ben geen Ranomi, dus... Ranomi heeft de Bergen Olympus beklommen en Marit is bezig om de Bergen Olympus te beklimmen. En of ze de top haalt, ja, dat weet niemand totdat je er staat. Er kan zoveel gebeuren op zo'n berg. Je kunt vallen, je kunt stoppen, je kunt geen zin meer hebben. Je kunt obstakels tegenkomen. Ja, waar het eindigt, dat weten we niet. Zwemster en coach hebben beide alle vertrouwen in de toekomst. In 2016 misschien al mooi met de estafetteploeg naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar het grote doel is Tokio 2020. Daar moet het gebeuren. Gewoon op de Olympische Spelen, gewoon finales zwemmen, misschien een medaille halen, maar ja, sowieso finales. Tokio 2020, misschien wel podiumkandidaat. Hè? Als je de stappen zet die ze nu zet, is in 2020 podiumkandidaat. Dat durf ik wel te zeggen.